Het streekvervoer ligt donderdag plat. De buschauffeurs gaan staken voor een betere cao. Ze willen een lagere werkdruk en een salarisverhoging. Dinsdagmiddag liep het ultimatum van de vakbonden FNV en CNV af. De werkgevers zijn niet op de eisen van de vakbonden en hun leden ingegaan, daarom wordt er 24 uur gestaakt. Begin december was er in Eindhoven nog een publieksvriendelijke actie waarbij Dixies achter de bussen aanreden. Chauffeurs hebben volgens de FNV en CNV namelijk geen tijd voor een plaspauze. De rijtijden zijn veel te krap bemeten. Chauffeurs hebben geen tijd meer om naar het toilet te gaan. Hebben geen tijd meer om pauze te houden. Moeten doortrappen om die tijden te halen. En dat alles omdat de rijtijden zo krap gemaakt zijn. Omdat daarmee de werkgevers, de vervoerders, er toch nog wat aan kunnen verdienen. Ziekteverzuim zien we. We zien echt stress en stressverschijnselen bij chauffeurs. En we zien ook dat het de veiligheid in het geding brengt. Omdat doortrappende chauffeurs, snelrijdende chauffeurs, geen pauze houden, geen herstelmomenten hebben in zo'n dienst. Dat brengt gewoon de veiligheid van reizigers en chauffeurs in het gevaar. De vakbonden eisen minder krappe dienstroosters. Ze willen dat chauffeurs gemiddeld elke 2 uur een mogelijkheid hebben om naar het toilet te gaan. En elke 4 uur een fatsoenlijke pauze van minimaal een kwartier kunnen houden. Verder eisen ze een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand voor alle werknemers. Het streekvervoer in de regio Eindhoven wordt verzorgd door Hermes en Arriva. De stadsbussen rijden donderdag wel gewoon door Eindhoven.